Amir, Champions League voetsal. Ja, zeker. 4 jaar geleden was je er ook bij, alleen de slotfase heb je moeten missen vanwege een blessure. Klopt, ja, eerste ronde was ik erbij, tweede ronde moest ik helaas missen met de blessure, maar was alsnog wel mooi om mee te maken, maar nu ben ik fit, dus we gaan volle bak. Ik zei het al tegen Mats Velzenboer ook, aantal van jullie, waaronder jij ook, hebben behoorlijke internationale ervaring. Is dat een voordeel? Ja, natuurlijk, dat is zeker een voordeel. En bepaalde jongens hebben op clubniveau minder ervaring. Maar ik bedoel, dit zijn wedstrijden op internationaal niveau. En we hebben volgens mij 8 of 9 internationals. Dus die zijn wel internationale wedstrijden gewend. En ja, dat is zeker een pluspunt. Maak ons eens deelgenoot tussen het verschil tussen nationaal spelen of internationaal. Ja, dat is een heel groot niveau, denk ik. Dat is vooral fysiek. Fysieke arbeid en... er wordt veel meer toegelaten, er wordt echt de FIFA-regels gehanteerd, wat Nederland wel eigenlijk willen doen, maar altijd er niet uitkomt. En ja, het is vooral fysiek internationaal, gaat er echt de volle bak aan toe. En ik denk met onze ploeg, dat is alleen maar lekker, dat is wel waar wij van houden. Vanaf het moment dat de loting bekend was, is er door de technische staf meteen keihard gewerkt om natuurlijk ook de tegenstanders te analyseren. Wat hebben jullie in de voorbereiding daarvan meegekregen? Eigenlijk nog niet heel veel. We gaan nog specifiek wel de beelden en alles bekijken om de tegenstanders te observeren. Ons eerste doel is natuurlijk de Supercup. Die gaan we eerst proberen binnen te halen. En van daaruit gaan we ons focussen op de rest van de wedstrijden in Litouwen. Is dat een goede generale tegen FC Eindhoven? Zeker weten. Je speelt meteen voor een prijs. En, dus de lat ligt meteen hoog. En dat is eigenlijk de beste voorbereiding voor zo'n internationale trip. Ja, en het is niet de eerste keer dat jullie tegen die Brabantse formatie spelen, want jullie hebben ook de beker veroverd. Klopt, ja. Dus ze zullen uit zijn op revanche. Ze hebben ook flink versterkt, maar ik denk met onze ploeg, als wij doen wat we vorig jaar hebben gedaan, dan maken wij een heel goede kans, maar het wordt sowieso wel een mooie wedstrijd. Het vergrootglas ligt natuurlijk wel een beetje op Hovenkubo, hè? Want jullie doen al jaren mee voor de prijzen. Dat is in een redelijk korte periode 2 keer gelukt, een landskampioenschap in 2014 en het afgelopen seizoen. Wat zit er nog meer in het vat? Ja, we gaan, wat Mats net al zei, we gaan weer voor dezelfde doelen. Maar ik denk met onze groep zit er nog steeds wel rek in. We hebben een gemiddelde leeftijd van niet al te hoog, ja. Dus er zit nog zeker wel rek in. En, we proberen elke wedstrijd, elke training proberen we ons niveau hoger te leggen en dat is wel een uitdaging. Maar op een gegeven moment, dan begin je het plafond te bereiken. Ja, maar daar kijken wij nog niet naar en het plafond is ook nog zeker niet bereikt bij ons.